Deze klimaattop is heel belangrijk omdat we een enorme slag te maken hebben. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot. En dat moeten we naar nul gaan brengen. En daar hebben we nog 26 jaar de tijd voor om daar enorme stappen in te gaan zetten om naar nul te komen. En ja, daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we met elkaar gaan praten, met elkaar bedoel ik dan tussen publieke en private organisaties. En dat is wat er tijdens deze klimaattop gebouwde omgeving is gebeurd. En niet alleen gepraat, maar er zijn ook deals gesloten, er zijn ook acties afgesproken, er zijn afspraken gemaakt. Dat is uiteindelijk waar de klimaatopgebouwde omgeving voor staat en waarom het ook zo belangrijk is dat we die organiseren. Het is ontzettend eervol. Dat ten eerste, het is een groeiende groep mensen die met de bouw bezig is in principe. Dus dat je daar als wetenschap tussen staat is een grote eer. En tegelijkertijd weet ik dat het moet komen van de projecten die uitgevoerd worden. Dus het is mooi dat je daar aan bij mag dragen als coördinator duurzaamheid. Deze klimaattop is gewoon ontzettend belangrijk omdat het publiek en privaat met elkaar verbindt. En we gaan niet alleen maar in gesprek met elkaar, maar we proberen ook echt met elkaar te zoeken naar een nieuw handelingsperspectief. Dus we hebben het ook over welke dingen kunnen we afschaffen. Misschien wel in termen van wet en regelgeving. Maar ook hoe kunnen we de gesprekken en de partnerships beter met elkaar opzetten. Alles om die versnelling erin te krijgen om de klimaatdoelen te halen natuurlijk. Ik vond het super waardevol om hier te zijn, om op zoek te gaan ook naar van die nieuwe verbindingen, nieuwe relaties leggen. Maar vooral praktijkvoorbeelden opdoen om kennis uit te wisselen voor dingen die elders al gedaan zijn, die wij morgen zelf ook kunnen gaan doen. Het doel van de klimaattop voor dit jaar is een eerste stap zetten. En de klimaattop gebouwde omgeving gaan we in elk geval 3 jaar achter elkaar organiseren. Dat proberen we ook in 3 verschillende provincies door het land heen te gaan doen. Zodat we ook veel variatie hebben met ook samenwerkende provincies en organisaties. En het doel van eigenlijk het eerste jaar is die eerste stap zetten. En die eerste stap zijn natuurlijk ook al, wat ik net zei, deals. Maar de eerste stap is ook gewoon de eerste kennismaking. Dus tijdens de klimaattop gebouwde omgeving hebben wethouders wonen contact gemaakt met projectontwikkelaars, hebben architecten, installateurs ontmoet, hebben woningcorporaties gesproken met aannemers. Dat is waar wij voor staan als klimaatopgebouwde omgeving.